Welkom bij deze doelgericht vrijspelertraining samen met mij, Hugo en Rolf. Rolf en ik hebben bij elkaar in een team gezeten en trainen nog steeds vaak samen om stappen te maken. En in deze video gaan we kijken of we van opbouwen naar scoren kunnen gaan. Nou, onze focuspunten zijn hoogte, diepte en spin. En we beginnen met inspelen op kleinveld, om gewoon een beetje warm te worden, ook eigenlijk een beetje bij te kletsen. En zeker hier waren we bezig om snel naar elkaar toe te spelen. Nou, daarna kleinveld in de cross met tramrails, met één regel. Je mag niet twee keer achter elkaar voleren. Dus hier voleer ik de bal, dan mag ik hem daarna niet nog een keer voleren. Dan wissel je even van kant en doe je dus vanuit de linker cross. Nou, dan ben je gewoon een beetje lekker bezig met opwarmen. Proberen naar het net te gaan om hem af te maken. En elkaar proberen wel die tweede volley te geven. Gewoon een leuke warming-up om mee te beginnen. Om vervolgens naar groot veld te gaan. En naar elkaar diep te spelen. Want dat is dus iets waar we mee bezig zijn. Op 60-80%. Waarom? We willen niet gelijk keihard gaan slaan. En gewoon lekker die ballen constant diep spelen. Je moet in het begin altijd een beetje gevoel erin krijgen. Kijken of je elkaar een beetje naar achter kan spelen. Zonder echt hard te slaan. Maar vooral dus lekker hoog, diep en met spin. Nou, dat lukt hier aardig. We hebben hier een lekkere rally. We zijn gefocust op het voetenwerk. Lekker veel bewegen. En dat gaat helemaal prima. We hebben hier een lange rally. En dat is ook wat je wil. Als je gewoon op groot veld gaat spelen, wil je eigenlijk al gelijk een lange rally kunnen spelen. Want je maakt elkaar niet moeilijk. En je speelt ongeveer op 70% over. Nou, wat mij hier opvalt was dat Rolf eigenlijk een beetje naar achter tennis. Dus niet echt op zijn voorste been. Terwijl ballen wel in zijn zone komen. Ja, en hier zie je dus dat Rolf naar achter gaat. En heb ik hem gecoacht? Ik zie dat. Hij coacht mij ook op dingen. En zo helpen we elkaar beter te tennissen. En doe dat dus ook met jouw vrijspeelmaatje. Met jouw tennismaatje. Kijk wat de ander doet. En probeer elkaar te helpen. Zoals hier stapt Rolf veel meer in de bal. En krijgt hij dus ook iets meer power in zijn slagen. En gaat het hem ook eigenlijk zo wat makkelijker af. Kijk, een achteruit tennissen kan. Maar vaak zien we dat tijdens wedstrijden dat niet altijd even lekker gaat. Dus werken aan basisonderdelen. En zorgen dat je goed voor de bal staat. We gaan nu beginnen echt met het opbouwen. Dus het trainen van de opbouwende bal door tussen pionnen te spelen. Gebruik gewoon flesjes water of gebruik blikken ballen die je hebt. En probeer nog steeds hoog met spin en redelijk wat vaart te spelen. En te zorgen dat anderen de raakpunt heeft rond schouderhoogte of nog hoger. Waarom? Ideale hoogte is vaak heuphoogte. Ja, en die wil je tegenstander niet geven. Je wilt juist hoge ballen. Hoge raakpunten geven aan je tegenstander. Want die bal gaat vaak fout. Zoals hier bij mijn backhand. Moeilijke bal. En ik sla hem uit. Nou, deze ballen zijn niet risicovol. En daarom verstandig om te spelen. Echt een opbouwende bal. Nou, dan heb je ook een pauze verdiend. Lekker even wat drinken. En dan ga je daarna weer verder naar het trainen. Dan gaan we nu door naar de volgende oefening. En dat is dat je nog steeds diep moet spelen. Maar als de bal dan tussen de pionnen is en hoog, diep in het veld. Dan speel je even bewust naar je tegenstander een wat makkelijkere bal, zodat hij kan gaan aanvallen. Dus hier krijgt Rolf een wat makkelijkere bal van mij, zodat hij kan proberen te gaan scoren. Nou, dan kun je dus lekkere punten gaan spelen. Maar het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld een hele diepe bal tussen de pionnen speelt. Daarna probeert aan te vallen. Maar dat daarna niet helemaal lukt om het punt te winnen. Dan moet je gewoon weer opnieuw beginnen. Als je ja zegt, dan is dat een seintje dat een opbouwende bal goed was. En dat er daarna mag worden aangepakt. Ja. Lekker man. Ja. En soms moet je dus opnieuw beginnen met opbouwen, maar Rolf blijft hier best wel hard slaan. Terwijl in een wedstrijd wil je ook gewoon weer, als het scoren niet gelukt is en je wordt weer naar achter geduwd, blijf dan niet scoren, maar ga dan lekker opnieuw beginnen.
Probeer weer die opbouwende diepe bal te spelen. Zorg voor een moeilijk raakpunt bij je tegenstander en wacht op het juiste moment om aan te vallen. Nou, na een tijdje wissel je natuurlijk om van kant. Kan er 5 minuten, 10 minuten, 3 minuten. Net wat je wil. En wat ik zelf merkte was dat het best nog wel lastig is om echt dat scoren goed af te maken. Dus heb ik een hele goede opbouwende bal gespeeld. Had ik er even moeite mee om hem echt af te maken. Nou, het leuke vind ik aan dit soort oefeningen en dit soort trainingen is dat je het punt en hout lekker mag afspelen. En het daardoor dus ook heel erg gerelateerd staat aan een echte wedstrijd. Waardoor dus ook alles kan. We zetten dus eerst even wat vast. Ballen moeten diep. En daarna mag je het punt uitspelen. Nou, dan krijg je dus een beloning. Yes, lekker. Ik mag nu het punt uitspelen en doen wat ik wil. Naar het net, een dropshot of wat dan ook. In dit voorbeeld speel ik nu een goede diepe bal. En kan ik daarna het spel gaan openen met een bal in de hoek. En hier zonder al te veel risico lekker aanvallen. De bal komt niet dicht bij de lijn. Maar toch het punt weten te scoren en weten te winnen. En dat is wat je wil, van opbouwen naar scoren. Dat je een goede opbouwende bal speelt en zonder al te veel risico lekker kan gaan scoren. Nou, dan is het laatste onderdeel dat je punten gaat spelen met service. Altijd goed om punten te spelen, omdat dat het dichtst staat bij een wedstrijd. Je speelt dus eigenlijk gewoon een wedstrijd tegen elkaar. En op die manier echt kan kijken, lukt het wat we ook getraind hebben. Nou, en je moet af en toe gaan zoeken naar manieren om van je tegenstander te winnen. Misschien is het de ene keer wel opbouwen en echt naar scoren gaan. Of je moet andere dingen gaan proberen. Maar ik zou zeker zeggen, probeer nu lekker veel van opbouwen naar scoren te gaan. En blijf ook zeker de baan op gaan. Want echt de baan op gaan. Kijk, video's kijken op YouTube. Je mag hierna nog wel 1 videootje kijken hoor. Van Tennis World. Maar daarna is het klaar. Dan ga je de baan op. Doe je je mobiel uit of laptop dicht. En ga je tennissen. Want alleen als jij de baan op gaat en met de juiste oefeningen, met de juiste tips de baan opstapt en met de juiste mensen, ga je echt progressie boeken. En daar zorgen we voor bij Tennis World met ons progressieprogramma. Daar kan je je ook voor aanmelden en kan je uitgenodigd worden voor clinics. En krijg je waar en wanneer je wil handige oefeningen en tips om je spel te verbeteren. Nou, dat kan dus op www.tennisworld.nl. En voor nu, abonneer nog even en doe een duimpje omhoog. En dan zie ik jou bij de volgende video. En hoop ik dat jij weer geïnspireerd bent en geïnformeerd bent om meer uit je spel te halen. Nou, adios en succes op de baan.